Daar zijn we weer. We gaan praten over buurtzorg. Buurtzorg Nederland. Kom naar Curaçao. Eerder hadden we al een gesprek met Jos de Blok. Hij is de oprichter van Buurtzorg Nederland. Nu spreken we met Thijs de Blok, CEO Buurtzorg International. Welkom. Dank u wel. En zoals de naam al doet vermoeden, jullie zijn familie van elkaar. Ja. Jij bent de oudste zoon. Ik ben inderdaad de zoon van Jos de Blok. Mooi zo. Dus jij bent opgegroeid met het bedrijf. Het is in 2006 opgericht. Hoeveel jaar ben jij nu werkzaam bij Buurtzorg? Ik ben sinds 4 jaar werkzaam bij Buurtzorg. Maar ik ben niet zozeer opgegroeid met het bedrijf. Ik ben ook opgegroeid met de manier van denken. Dus dat sloopte bij ons vroeger thuis al snel in dat de juiste manier is. En dat heeft bij mij veel dingen in mijn leven bepaald. Ook op school. Dat je niet alleen moet kijken waarom. Wat de regels zijn, maar ook wat de logische gevolgen ervan zijn en waarom de regels op die plaats zo zijn. En soms ook kritiek erover durven te hebben. Dus je bent opgevoed met een manier dat je kritisch naar zaken mag kijken, maar dat je ook goed moet nadenken waarom dingen gebeuren. Exact. Oh, mooi. En daar ben je ver mee gekomen. En ja, dat werpt nu zijn vruchten af. Goed zo. Wat houdt het precies in? Zie je op Buurtzorg International? Want we hadden het net al in het gesprek met Jos erover. Buurtzorg is begonnen in Nederland, is verspreid over meer dan 30 landen wereldwijd. Wat doen jullie precies in die landen? Hetzelfde als in Nederland? Nee, dat verschilt van plek tot plek. Dus we bekijken echt de lokale context. Wat is er nodig om de mensen hier te kunnen ondersteunen en waar is de vraag naar? Jos wordt op veel plekken uitgenodigd als spreker of als... als contact. En om dat tot een samenwerking te kunnen maken, moet dat contact ook worden onderhouden. En er moeten bepaalde afspraken gemaakt worden. Mm-hmm. Voor veel bedrijven is het interessant om de naam buurtzorg te mogen gebruiken. We worden in veel boeken en artikelen en tv-programma's worden we genoemd. Dus het is voor onze partners is het een voordeel om zichzelf zo te mogen noemen. En voor ons is het dan zaak om ook te zorgen dat het verantwoord is. Want ze gebruiken jullie naam, dan moeten ze ook goede zorg leveren. Precies. Ja. We willen natuurlijk niet dat er heel wat anders gebeurt. En dat ik mijzelf moet gaan uitleggen tegenover de 10.000 verpleegkundigen in Nederland. Ja. En om uit te leggen dat het nou helaas anders is gelopen. Dus dat is wel een druk die ik het meeste ervaar. En in welke landen zijn jullie, noem eens een paar landen waar jullie actief zijn? In Frankrijk gaat het heel goed. In Brazilië gaat het ontzettend goed. In Taiwan is het vanaf dag 1 dat we daar begonnen zijn heel hard gegroeid. Ook omdat vanaf de eerste dag het ministerie er vol achter is gaan staan. Mm-hmm. Dus dat was zeer indrukwekkend. En in Australië bijvoorbeeld gaat het nu ook gestaag. De afgelopen 2 jaar is het voor partners en voor organisaties moeilijk geweest. Ja. Om een voet in de deur te krijgen bij veel instanties, ook omdat je geen fysieke afspraak kan hebben. En omdat veel mensen die met zorg bezig zijn, andere dingen aan hun hoofd hadden op dat moment. Maar nu begint het toch wel in heel veel gebieden weer op te pakken. En zo ook op Curaçao en Aruba en Sint Maarten. Ja, want dat betreft is natuurlijk de pandemie iets anders geweest. En waren mensen wegens andere redenen aan huis gekluisterd. Ja, het heeft wel heel veel dingen blootgelegd die mislopen in de zorg. En ik denk dat nu in de komende jaren voor extra interesse gaat zorgen. Want iedereen heeft op veel manieren en op veel plekken kunnen zien dat er toch verbetering nodig is. En ik denk dat buurtzorg een heel goed alternatief brengt. Waarom? Omdat de capaciteit is een probleem. In Nederland hebben we veel te maken gehad met bijvoorbeeld de capaciteit op de IC. Waardoor we mensen naar Duitsland hebben moeten brengen en het tekort aan verpleegkundigen. Ik denk dat als je mensen die je al hebt op de juiste manier gebruikt, dat de capaciteit nog steeds heel erg vergroot kan worden. En ook in de thuiszorg. Dus het niet doen van onnodige dingen zou echt de toekomst moeten hebben. En ook de motivatie in de zorg zijn om met de dingen die we voorhanden hebben, het een zo compleet mogelijk... zelfsupporting systeem te maken. Ja, want dat is wat je vader ook uitlegde. In het verleden, om het maar zo te zeggen, of bij andere organisaties, veel tijd kwijt aan bureaucratie, aan zaken die niet echt direct met de zorg te maken hebben. Dat is een van de krachtpunten van buurtzorg? Dat is een van de krachtpunten. Een mooi voorbeeld is, ik ben nu op heel veel plekken voor buurtzorg geweest.
En een van de constante factoren is van die mappen die in kasten langs de muur staan met zorgdossiers en registratieformulieren waar nooit iemand meer in kijkt. Maar ze staan er allemaal. Als je... ik kan ze precies voor de geest halen. Je hebt kasten vol met dergelijke mappen. Als je alleen al denkt wat voor tijd daarin is gaan zitten en wat dat bij elkaar kost. Ja. Dan denk ik dat dat een van de symptomen is wat zeker beter kan. Maar mensen zeggen dan, ja, het is nodig. Je moet het nu eenmaal zo doen, want we hebben het altijd zo gedaan. Dat vind ik een slecht argument. En daarbij, je moet naar een meer effectievere manier kijken om dat wel te kunnen doen. Dus op het moment dat je die informatie registreert, zorg dan ook dat die op een adequate manier wordt gebruikt. En daar zit denk ik het grootste probleem bij buurtzorg. Alle data die we krijgen via het buurtzorgweb, waar Josse eerder ook al over sprak, die wordt gebruikt om de zorg beter te maken, om het contact met de cliënt beter te maken en ook om innovaties door te zetten. En niet zozeer vanuit alleen een C-level niveau, maar ook vanuit de teams. Die informatie wordt direct gedeeld. Dus op het moment dat er iets fout lijkt te gaan of dingen kunnen verbeterd worden, zoals de productiviteit, dan wordt dat direct met de teams gedeeld en daar zit voor de rest geen managementlaag tussen die boodschap komt verkondigen. Dat lijkt me dat jullie veel gebruik maken van als het eenmaal in de computer staat, dat jullie goed bekijken hoe alle digitale systemen samen kunnen werken. Ja, we hebben ons eigen digitale systeem daarvoor en het is eigenlijk bij heel veel organisaties is de informatie er wel. Het wordt niet direct met de juiste mensen gedeeld. En daar zit echt de toekomst in, vind ik. Nederland, ik zie de wereld voor me. Brazilië, Australië, Taiwan. Curaçao was eigenlijk een hele logische stap om hier te komen. Ja, het is ook een hele leuke stap. Het is voor een van de eerste keren dat wij in het Nederlands heel veel informatie kunnen delen. Dus ik heb ook een oproep geplaatst bij ons op het buurtzorgweb van mensen die het eventueel leuk zouden vinden om naar Curaçao of Aruba of Sint Maarten te komen voor een tijdelijke uitwisseling. Ah ja. En is daar al op gereageerd? Er zijn heel veel mensen op gereageerd. Dat dacht ik wel, ja. Ja, ik denk dat het ook deels komt door de fantastische cultuur en het lekkere weer. Maar er komen binnenkort twee dames van Buurtzorg Nederland die gaan naar Aruba voor een aantal weken om de buurtzorgcultuur te introduceren. En ook te kijken wat past nou wel qua context en qua cultuur echt in deze plekken en wat zou met het zicht op de lokale invloeden veranderd moeten worden en hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Want dat lijkt me sowieso een uitdaging. Het lijkt heel op Nederland in de zin dat je in het Nederlands kunt spreken, maar ja, de patiënten vragen misschien toch andere zaken of vinden toch andere punten belangrijk misschien in het contact? Zeker. En daarbij ook nog in Nederland wordt alles door de zorgverzekeraar vergoed. Hier zitten we deels in de privébetalingssfeer. Dat verandert een dynamiek ook. Je wordt niet alleen cliënt, maar je bent ook klant. Ja. En dat is lastig. En daar moeten we oplossingen voor verzinnen. Maar dat hebben jullie in andere landen, neem ik ook, mee te maken of niet? In alle landen zijn de systemen verschillend. En alles om het heeft, makkelijker te maken. En alles heeft zijn voordelen en alles heeft zo zijn nadelen. En ik wil graag de focus leggen op van elkaar te leren hoe het beter kan. En dat hebben we bijvoorbeeld nu in een samenwerking in Engeland ook. Heel veel zorgsystemen zijn gebaseerd op de NHS, de National Health Service in Engeland. Nou, in Engeland zelf lopen ze helemaal vast en vragen ze ons regelmatig om advies. Ik denk als je die twee met elkaar kan combineren, dat je iets heel sterks krijgt. En dat wij ook van die ervaring binnen buurtzorg nog leren. Jullie gaan nu, jullie hebben een presentatie vandaag van buurtzorg. Per wanneer wordt buurtzorg, dat Curaçao, om het even daarop te houden, daadwerkelijk actief? Vanaf vandaag. Vanaf vandaag. Vanaf dus vandaag. Mensen die het zien, die kunnen zich al aanmelden. Ja. Mensen die het zien, die kunnen zich aanmelden om zorg te ontvangen, om zorg te leveren. En mensen die gewoon geïnteresseerd zijn, hè? Ook met de lange termijnvisie. Als je bijvoorbeeld ouders hebt die zorgbehoevend gaan worden, om van tevoren al onderzoek te doen van wat kan dit betekenen voor onze gezinssituatie. Oké, nou mooi, interessant. We gaan verder spreken met de directeur van Buurtzorg Caribbean over de daadwerkelijke invulling. Ik wil je heel hartelijk danken en dankjewel voor je komst. Dank u wel. Dat was Thijs de Blok, die meer informatie heeft gegeven over de internationale aspecten van buurtzorg. Buurtzorg Nederland komt naar Curaçao onder de naam Buurtzorg Caribbean en daar gaan we nu verder over praten.